Dag dames en heren. Vandaag begon de dag op heel veel plaatsen met flink wat zonneschijn, blauwe luchten, wel wat bewolking. Maar over het algemeen stelde dat heel weinig voor. Een rustige start van deze maandag. Op de satellietbeelden zien we Nederland ook duidelijk liggen. Weinig bewolking aanwezig, veel meer bewolking en ook regengebieden zien we wat verder op de Atlantische Oceaan. Ook in het noorden van Europa is het allemaal wat wisselvalliger. In het zuiden van Noorwegen, delen van Zweden. En er zitten ook nog wel wat gebieden met bewolking, zo dwars over Europa. En met het oplopen van de temperatuur zullen daar vandaag ook wel weer een paar regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Maar op de Nederlandse radar is het bijna helemaal schoon. In het noorden, daar zit een enkel buitje. En dat is ook een beetje het weerbeeld voor vandaag. Op de meeste plaatsen is het droog, met regelmatig zonneschijn. Temperaturen niet al te hoog. Vanmorgen nog temperaturen onder de 20 graden. Maar vanmiddag halen we toch nog temperaturen van zo'n 20 graden in het uiterste noordwesten van het land. Tot misschien wel afgerond 25 graden in delen van Brabant en Limburg. Nou, bij dat alles dus flink wat zonneschijn. Maar vooral landinwaarts kan er ook wel een enkele kortstondige bui tot ontwikkeling komen. De droge momenten overheersen vandaag. En de wind uit zuidwest of westelijk richting, die is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Vanavond verdwijnen de eventuele buitjes in het binnenland. Ook de stapelwolken beginnen steeds meer op te lossen. En dat betekent dat de zon nog eventjes goed tevoorschijn komt. Temperatuur gaat langzaam omlaag. De wind gaat ook afnemen en komende nacht is het dan heel rustig. Met de laagste temperaturen in het noordoosten en oosten van het land een graadje of 9. Plaatselijk een mistbank, maar dat lost morgenochtend dan allemaal heel snel op. En dan hebben we ook morgen weer flinke zonnige perioden. Met name in de middag stapelwolken die tot ontwikkeling komen en nog plaatselijk tot een bui uit kunnen groeien. En de temperatuur, nou die levert misschien een graadje in, maar voor het gevoel zal dat allemaal niet merkbaar zijn. En de komende dagen, ja, een enkele bui is mogelijk. Met name in de nacht naar woensdag en ook donderdag kan er af en toe wat regen vallen. Overdag is er ook regelmatig ruimte voor de zon. En zo richting het weekeinde lijkt het zelfs helemaal droog te blijven. De temperaturen zijn gematigd, maar voor deze tijd van het jaar helemaal niet onaardig. Fijne dag verder.